Speermes. En vandaag neem ik u mee naar een aantal leuke locaties van Happen en Trappen. We zijn nu bij het startpunt van de Groene Woudroute. We zijn namelijk bij het Boshuis in Best. Deze fantastische locatie heeft meer in zijn markt dan alleen maar een leuke horeca. Nee, ze hebben zelfs een oorlogsmuseum in achter. Dus als je even tijd hebt straks, ga dan gerust even een kijkje nemen naar de historie van de oorlog. Intussen ga ik lekker genieten van een lekker stukje appeltaart. Prettige dag alvast. Nou mee naar Eetcafé De Verlenging in jawel het PSV Stadion in Eindhoven. Kom maar mee. We zijn nu bij het PSV Stadion. Gaan we even kijken naar Eetcafé De Verlenging. Door de jaren heen hebben we geprobeerd om voor u een aantal unieke en mooie locaties te selecteren. Eén daarvan is hier het PSV-stadion. Op het dakterras van Eetcafé De Verlenging heb je hier een fantastisch uitzicht op deze groene mat. Zometeen kunnen we hier gaan genieten van een heerlijk kopje soep. Die wordt geserveerd natuurlijk op onze Brabants bekende gasvrije manier. Ik ben er van tussen. Het was helemaal fantastisch hier. Tot de volgende keer, dankjewel. Fijne dag nog. Bedankt. Doei.